Goedemorgen, middag of avond, ligt eraan waar je naar kijkt. Ik ben naar de markt geweest, bij de weekmarkt. Ik ga laten zien wat ik heb gekocht. Kan zien. Een zak spinazie, 10 euro. Pondje broccoli, helemaal vers. Vers wel in de supermarkt, zowel bij de veiling. Ook 1 euro. Een hele grote zak met paprika's, ook 1 euro. Grote bos met bleekselderij. Die is ook 1 euro. 350 gram sperziebonen. Ook 1 euro. En dan heb ik hier rettich. Rettich, die is echt heel groot. Smaakt hetzelfde als radijs. En je schaaft het heel klein. Je kan het ook door rankels doen. Ik heb het nu ook. De prei heb ik er niet door gedaan en dit is gewoon heel fijn gesneden. Maar nu heb ik weer een nieuwe. Hier kan je echt heel lang mee doen. En ik heb 2 doosjes met aardbeidjes. 2 doosjes, dus 1 kilo voor 4 euro. Helemaal lekker, dus dat is 10 euro bij de groenteman. Dan ben ik bij de kaas geweest. Dit is 4 ons gesneden kaas. Dit is 3 euro. Dus, wat vind je dat nou? En dit is gewoon normaal gesneden bij jullie. En ik heb gekocht tutti frutti. Die appel, die is ook lekker, die gebroken appel. En ik heb gekocht 3 ons kleine dadels. Daarvoor. Hele kleine dadeltjes. Dit was half 1 ons, volgens mij 2 euro. Helemaal lekker. En bij de poelier heb ik 2 kipburgers gekocht. Luxe burgers heb ik gekocht. Dus die hebben over de vriezer in, want ik heb nog zoveel in de koelkast liggen. En dit was de vlog. Dankjewel voor het kijken. En thumbs up. En abonneer, dan kom ik hoger in het algoritme. Dankjewel. Bye bye. Zwaai zwaai.